Ik heb de voorbije weken twee boeken gelezen van Zizek. Dat is een filosoof. De filosofie van de gebeurtenis. Waarin bijvoorbeeld zoals Trump of 9-11 als gebeurtenis of een terroristische aanval. En dan het boekje van The Year of Dreaming Dangerously. Dat gaat over 2012, waarin dat we gebeurtenissen hebben gezien. Zoals de Occupy-beweging, de Indignatos in Griekenland en Spanje, de Arabische Lente en zo. En uh, Zizek denkt eigenlijk na over de impact van gebeurtenis. Hoe werkt dat? En vanuit mijn ontwikkelingsgerichtheid ben ik dan heel nieuwsgierig. Omdat gebeurtenis die uh, in je leven zich voordoet, of in de samenleving, heeft een heel andere rol in ontwikkeling. Ontwikkeling is heel vaak heel onmerkzaam, heel langzaam. Terwijl een gebeurtenis heel, heel hard komt, heel hard binnen. Nu, als je kijkt, en, en Zizek legt de, de, de vinger op de zere plek, hoe dat gebeurtenissen een impact in ons leven hebben, dan blijkt eigenlijk dat wij bij een gebeurtenis geen verhaal meer hebben om dat te duiden. Het heeft rechtstreeks impact op onze emoties. En als je eerlijk bent, dan, dan kun je eigenlijk maar toegeven dat we soms angstig worden, wat hangt er boven onze kop, of we zijn verontwaardigd, boos, geïrriteerd, of verdrietig. Hm? En wat zie je de media doen? Die mediatiseren gebeurtenissen, gaan die angsten zelfs nog gaan voeden en gaan ook gaan zoeken naar een verhaal. Van hoe ga je die gebeurtenis interpreteren? Uh, vandaar dat Cizek uh, dan ook zegt, we leven eigenlijk, dat zie je ook aan die cover, we leven eigenlijk in uh, uh, dreaming dangerously, we leven in explosieve tijden, waarin dat radicalisering kan zijn, waarin dat die emoties die we hebben rond angst bijvoorbeeld, dat die explosief kunnen naar buiten komen in bepaalde groeperingen enzovoort. Dus de grootste uitdaging is om terug een verhaal te maken, want de verhalen hebben gefaald kapitalistisch verhaal, dat werkt niet meer. Economisch kapitalistisch. Ook de politiek uh, geeft geen oplossing. Er zijn geen utopieën meer. Geen, dat communisme heeft gefaald van de gemeenschappelijke solidariteit. Het ecologisch verhaal uh, is helemaal nog niet sterk genoeg. Uh, een religieus verhaal, uh, niet aanwezig. Dus de, we staan helemaal naakt tegenover al die gebeurtenissen vanuit de politiek, vanuit de economie en vanuit de natuur. Die gebeurtenissen komen op ons af. We hebben een verhaal nodig. En dat is de uitdaging. Om het terug te hebben met elkaar over in, in, in wat geloven we, welk soort samenleving willen we, welk soort mens willen we zijn. En laten we het daarover hebben met elkaar, verhalen zoeken, want dat zal onze veerkracht ook bepalen. Mm -hmm.